Kijken hoe alles werkt. Als de platte grond van het terrein, en waar blijft ons afval? Ja, dat lijkt me interessant. Heel interessant te weten. Nou, gaan kijken. Ja? Zo. Fijne dag samen. Dank je wel. We staan hier bij de wethouder van Uden. Een open dag bij de Milieustraat. Waarom een open dag hier? Nou, de open dag voor de Milieustraat is één van de activiteiten die wij gaan ontplooien om onze doelstellingen te realiseren. Ja, want de doelstellingen voor Uden is toch om 75% gerecycled te hebben in 2020. Uden legt die ambitie iets hoger op 85%. Nou, wat daarin heel belangrijk is echt de medewerking van de burger. Ja, dit raakt echt elke voordeur. En wij kunnen alleen slagen in de ambitie als elke burger bereid is mee te doen om zijn afval te scheiden. De Milieustraat is daar een onderdeel van. En we hebben gemeend met een open dag de mensen hier te introduceren om ze te laten zien. Hey, kijk eens wat er met jullie afval gebeurt. Kijk eens wat de mogelijkheden er zijn. Om toch een stukje bewustwording te krijgen waarom het zin heeft om je afval te scheiden. Okay, en de opkomst is ook groot vandaag? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was een beetje sceptisch van nou op een zondagmiddag. Dan moet je toch echt de geïnteresseerde mensen krijgen. En als ik zie hoeveel mensen er nu zijn en hoe ze zich laten informeren. Oh, dan is dat voor ons een teken van dat kan in de toekomst herhaald worden. Met scholen, hè, dus dat we dat proberen in het lesprogramma te krijgen. Dus ik ben heel erg tevreden over de opkomst, absoluut. Als mensen nog meer willen weten over het milieu, waar kunnen ze dan terecht? Nou, ze kunnen terecht op het gemeentehuis. Wat heel erg goed werkt, is op de website van de gemeente kun je meldingen doen. Dat heet de melding openbare ruimte. Nou, daar kun je de onderwerpen uitselecteren. Heb je ideeën, suggesties, commentaren, kritieken en dat soort zaken meer rondom het afvalbeleid? Ook als je wat meer wil weten, gebruik die website en je zult zien hoe snel de vraag geregistreerd wordt en de antwoord op komt. En ik heb een aantal hele competente collega's die ongetwijfeld met ideeën terug willen komen en er heel snel adequaat op zullen reageren. De gemeente wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Hoe wilt u dat doen? Oh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wij een hele hoop in ons hoofd hebben van zo willen we het gaan doen. Communicatie is heel erg belangrijk. Maar echt het draagvlak bij de burgers is bepalend of dat het een succes wordt dat we onze doelstelling gaan halen. Nou, een wens van ons zou zijn en ook van mijn collega's op het gemeentehuis. Dat de mensen actief met ideeën komen. Hoe kunnen wij hen bewegen om zo breed mogelijk bijdragen, meedoen van de mensen te realiseren om onze doelstellingen te halen.